PSV uit Varsseveld is bij de Nationale Open Jeugdkampioenschappen derde van Nederland geworden in de categorie Meisjes A. Een topprestatie voor het team van trainer Frans Jordens. Toch overheerste na de halve finale het gevoel dat er nog meer in had gezeten. Ja, dat is best wel doodzonde is dat. Zo frustrerend is dat je net een setpunt hebt en net even niet kunt pakken. Dat is mentaal zo zwaar is dat. Echt, we hebben de eerste set hebben goed gepakt, 25-23 net met Mazzo. En de tweede set waren we eigenlijk nergens. Dus we moesten van heel ver komen en dan opladen voor zo'n derde set tot de 15. We stonden er nog wat achter met 9-6 of stonden we achter. En dan nog opladen en komen we nog op setpunt dat je bijna kunt spelen op een kampioenschap van Nederland. Bijna. Echt, ik had het ontzettend graag gegund. Maar goed, het wordt hard afgerekend op de punten maken. Daar werd gewoon op afgegeven. En dan net even iets minder. Kleine foutjes, die doen ze das om. Halve finale verloren, net niet de finale. Ik kan me voorstellen dat teleurstelling overheerst, ja. Maar wat een prestatie hebben jullie geleverd? Ja, zeker. We hebben een ontzettende prestatie geleverd. We zitten bij de laatste vier van Nederland. En op dit moment voelt dat niet zo. Want we zijn twee punten verschil, net niet door naar eerste en tweede plek. Maar nu voor de derde plek gaan. PSV bereikte de halve finale door in de laatste poolwedstrijd een punt te pakken tegen VC Sneek, dat uiteindelijk kampioen werd. En met dat punt schakelde het ook WSV uit Warnsveld uit. Wat waren jullie dichtbij met WSV? Ja, dat is zeker waar. Het is echt heel zonde wat we nu gedaan hebben. Maar we hebben veel laten zien, alleen niet genoeg. In de poolfase gespeeld tegen VCV, daar één punt behaald. Hebben jullie het daar laten liggen? Ja, daar hebben we het zeker laten liggen. Daar hadden we gewoon echt dik 2-0 moeten winnen. Hoe denk je dat dat komt? We zakten zelf weg. We scoorden niet meer. Onze paas lag niet meer zuiver. En toen is het misgegaan. Kun je uitleggen hoe belangrijk deze organisatie voor Orion is? Hij is voor ons belangrijk. In eerste plaats omdat we nu dit jaar voor het eerst in de nieuwe hal spelen. Die nieuwe hal graag aan Nederland, aan onze collega-verenigingen willen laten zien. Aan de andere plaats willen we graag een toonaangevende rol spelen in de Achterhoek voor het volleybal. En ook laten zien dat we grote toernooien kunnen organiseren waar mensen uit de buurt van harte welkom zijn. En dat we dat als Orion graag willen neerzetten. Wat wel heel jammer is dat de jeugd van Orion zelf niet in deze hal nu speelt. Ja, dat is zo. Maar dat was eigenlijk aan het begin van het seizoen al met de Nevobo afgesproken. Dat zij wilden dolgraag de A-finale hier hebben vanwege de ruimte om de velden en vanwege de tribunecapaciteit. We zien dat het heel erg druk is met de opkomst. Ik neem aan dat het een behoorlijke meevaller is. Dat is een meevaller. Ik sprak even de man van de kantine en die glimlachte van oor tot oor. Die heeft een goede zaterdag. En voor ons als organisatie is het natuurlijk ook geweldig leuk dat het zo vol zit.